Bijvoorbeeld, je bent bevriend vanuit je studententijd, heb je een goed idee gehad en je wil een bedrijf starten. De meesten die gaan dan even de standaard contracten erbij pakken, tekenen bij het kruisje en gaan aan de slag. Of in een familiebedrijf, hey, we weten de opvolging komt eraan. Hoe gaan we dat eigenlijk regelen met elkaar? Ik pleit eigenlijk nu meer voor contracten, de psychologische contracten. Van hoe zorgen we er nou juist voor dat we afspraken hebben dat het werkt? Dat we bij een team altijd starten bij iedereen individueel. Mm-hmm. En pas van het individu naar de groep gaan kijken. Want een groep individuen is nog geen team. Samenwerken is gewoon echt werken. Van harte welkom bij het allerleukste YouTube en podcastkanaal voor ondernemers, 7DTV. Leuk dat je kijkt of dat je luistert. Hybride of remote werken? Generatie. Verschillen, nieuwe manieren van communicatie. Het zijn maar een paar factoren die ervoor zorgen dat hele nieuwe vormen van samenwerken absoluut nodig zijn. Dus stel nou dat je samen met een partner een nieuw bedrijf gaat starten. Of stel dat je je team, als het gaat om samenwerken, naar een hoger plan wil tillen. Of dat je bezig bent met bijvoorbeeld opvolging binnen je familiebedrijf. Hoe zorg je er dan voor dat zaken op het gebied van samenwerken, hoe je samenwerkt op een zakelijke manier, dat je dat aan de voorkant goed regelt, zodat het achteraf niet voor een hele hoop ellende zorgt. Welkom op 7DTV. Iris Gundel, van harte welkom van het bedrijf Voorkans. Voordat we het bedrijf gaan schetsen en wat jij of jullie allemaal doen. Wat gaat er allemaal fout in die situaties die ik net omschreef? Ja, er gaat heel veel fout, helaas. Het is jou denk ik ook niet vreemd dat het best wel een uitdaging kan zijn om goed te blijven samenwerken. Ja. Wat er fout gaat is verkeerde verwachtingen. Dingen die niet goed zijn vastgelegd. Te weinig communicatie tijdens de samenwerking. De relatie ondergeschikt maken. Dat is een greep uit. En wat zijn de consequenties daarvan? Ja, ellende. Een relatie die schade oploopt. Niet meer kunnen samenwerken. Dat het niet functioneel meer helemaal loopt zoals je zou willen. Dat zijn wel consequenties natuurlijk als het in de basis niet klopt. Je claimt heel erg een nieuwe vorm van samenwerken. Hè? En ik noemde net een paar factoren. En iedereen voelt dat wel aan. Hè? Het is wel een nieuwe tijd, alhoewel... Alles is nieuw. Ja, dat is eigenlijk altijd of zo. Weet je, altijd is alles weer nieuw. Ja. Maar wat zijn nou belangrijke, ik noemde er al een paar hoor, maar wat zijn in jouw ogen de belangrijkste dingen die spelen om ons heen, die ervoor zorgen dat samenwerken echt heel anders aan het worden is? Nou, eigenlijk jouw introductie zou ik nog weinig aan willen doen. Want ik denk inderdaad de generatieverschillen nu op de werkvloer, dat heel veel impact heeft in zienswijze, in de wereld waar je gewoon in bent opgegroeid. Want dat maakt natuurlijk een generatie. Ik denk het hybride werken, nu natuurlijk in deze tijden, dat heel veel dingen onder druk zet en verandert. En dat het ook laat zien dat we snel kunnen veranderen. Ik denk ook de invloed van een organisatiecultuur en de relatie. Het wordt allemaal wat persoonlijker weer. Zeker met de nieuwe generaties zijn allemaal best wel op zoek natuurlijk naar persoonlijke groei, ontwikkeling, de relatie. Ja, ik denk dat wel de belangrijkste elementen zijn wat de noodzaak laat zien. Heb je in het verleden zelf ervaring opgedaan qua zeg maar, dat je ook zeg maar, in dit soort organisaties hebt gewerkt en er tegenaan liep? Ja, zeker. Ja? Ja. Vertel. Nou, heel veel verschillende soorten samenwerkingen, zelf natuurlijk ook binnen organisaties. Mm-hmm. Daar heel veel altijd de kasten ingedoken om van alles te leren en te ontdekken en te signaleren. Maar ook in eigen samenwerkingen, ook als ondernemer. Echt wel de keerzijdes ook meegemaakt. En ja, daarbij voor mij ook echt wel de noodzaak geboren om dit anders neer te zetten. Want ik heb wel gezien hoeveel impact het kan hebben. Als je natuurlijk vol enthousiasme met elkaar begint, of dat nou met ZZP'ers is of met compagnons. Dat je vanuit vol vertrouwen, enthousiasme iets start vanuit, we kunnen elkaar versterken op expertise. Of jij hebt iets wat ik niet heb en dat doen we samen. En dan is een samenwerking best wel functioneel en snel vaak geboren. Totdat dan natuurlijk een visie wel kan gaan schuiven of belangen veranderen. En je dan misschien juist door de relatie dat niet heel snel aangeeft. Of wat ik had bij mezelf ook dacht, zie ik misschien dan dingen nog anders? Ik heb wel bij mezelf gemerkt wat dat natuurlijk kan kosten. Wat is het belang van gewoon contracten? Want een heleboel mensen zullen zeggen, joh, dat is gewoon een contract voor, toch? Dan gaan wij zitten, wij gaan samen ondernemen starten. Maak een contractje, zetten we alles in en dan klaar. Ja, want dan is alles geregeld. Ja. Ja, ik denk dat er veel is geregeld. Ik pleit ook gewoon voor contracten. Die zijn niet voor niets. Alleen de reden dat contracten ooit zijn bedacht is om natuurlijk wel vanuit een bepaalde win-win afspraken met elkaar te maken en die dan vast te leggen. En nu is het meer de sterkste, slimste jurist wint. En we gaan uit wat gebeurt als het misgaat. Beetje huwelijksvoorwaardenachtig, hè? Van we regelen het als het misgaat. En ik pleit eigenlijk nu meer voor contracten, de psychologische contracten. Van hoe zorgen we er nou juist voor dat we afspraken hebben dat het werkt. En dat we dat vertrouwen blijven vasthouden. En wat hebben we dan van elkaar nodig?
in combinatie met en wat doen we dan ook in de communicatie en in de relatie als het niet helemaal meer lekker loopt of als we dingen toch anders blijken te interpreteren. Je hebt een bedrijf inmiddels, Voorkans heet het. Ja. Wat doen jullie anders? We noemen het prediation. Dat is dan dus de methodiek waarbij we inderdaad echt claimen, noem jij het, hè? Het nieuwe samenwerken. Waarbij we echt de relatie centraal zetten in een samenwerking. Eigenlijk op twee redenen. Eén, dat het niet gaat over het voorkomen van conflicten. Maar nog een hele stap daarvoor. Van laten we zorgen dat we zo'n sterke basis hebben in de samenwerking dat conflicten de relatie verstevigen. En twee, het is ook... conflicten zijn niet erg. Nee. Dat is onze beperkte mindset vaak. Bij een conflict gaat alles mis of dat is iets heel groots. Dus dan moeten we ten alle tijde voorkomen. Terwijl jij zegt, maak er gebruik van om die relatie te verstevigen. Ja. Okay. En tweede? Tweede is dat het niet alleen mediation is. Het is ook een stukje adviseren. Dus echt wel een beetje mix met consultancy ook. Dat we het echt begeleiden en adviseren ook hoe je het kan inrichten. Dus vandaar prediation als naam. En als ik naar je website sta, dan staat er een platform van experts. Hè? Of een expertsplatform. Oftewel, jij werkt met experts. Hè? Ja. Wie zijn er? Wat zijn er voor types dan? Ja, dat gaat echt van financieel planners tot juristen, tot mensen die in het MKB adviseren. Dus die hebben al een eigen expertise, netwerk, werkervaring. En vanuit de prediation waarin ze dan worden opgeleid, sluiten ze zich dan aan bij dit platform. Dat we dus allemaal op eigen doelgroep en type klant... maar wel vanuit dezelfde visie en methodiek kunnen samenwerken. En daar moeten ze ook wat voor doen. Zeg maar. Ze kunnen niet gewoon zeggen, ik word lid van de club en dat is het dan. Ze moeten dan ook cursus of dingen doen. Ja, je volgt dan de specialisatieopleiding prediation bij ons. Dus ofwel je hebt in de basis de mediation gevolgd... of je hebt een andere specifieke expertise, bijvoorbeeld binnen projectmanagement... of binnen HR of juridisch bijvoorbeeld. En een track record waarbij we zeggen, nou, je kan instromen. In die zesdaagse word je dan opgeleid in de basis van deze methodiek. Ja, neem eens doe eens een tipje van de sluier wat je in die zes dagen allemaal behandelt dan. Gesprekstechnieken, duurzaam contracteren. Hoe bouw je een proces dat je voor ondernemers of voor teams of voor familiebedrijven zo'n samenwerking gaat begeleiden? Hebben we heel stappenplan voor. Hoe leg je dat er vervolgens vast? Hoe zorg je dat die mensen dan ook zelf die communicatie vast kunnen houden? Dat zit allemaal in die opleiding. Hoe schets jij zeg maar, de voorkans-experts, noem ik het maar even? Nou, vanuit de visie op het nieuwe samenwerken. Dus eigenlijk wel klaar om een beetje reuring te geven in de zakelijke maatschappij. Om ook wel echt in eigen doelgroep en expertise dan dus vanuit een hele nieuwe kijk eigenlijk echt die relatie centraal te stellen. Dus niet alleen te adviseren op inhoud of de cijfers of juridisch. Maar juist daarbovenop te kijken van hey, hoe klopt het eigenlijk in de basis? Dus het kenmerk zou zijn... Je gaat altijd een stap terug. Maak eens concreet, want jullie werken... Je schetst eindelijk, dat deed ik ook in de intro al... Hè, maar die heb ik natuurlijk gewoon... Ik bereid me enorm voor altijd, want dat zie ik op jullie website. Maar je hebt een soort van drie doelgroepen als schade om opdrachtgevers. Hè? Dus bedrijven of ondernemers eigenlijk. Ja. Teams binnen organisaties en familiebedrijven. Wat heel veel zijn. Weten heel veel mensen niet, hè, maar dat zijn er heel veel in Nederland. De meest succesvolle ook, hè? Ja, hè? Ja. Ja, waarom? Ja, ik snap het wel. Het is natuurlijk fantastisch om met familie samen te werken. Dat doe ik zelf natuurlijk ook. Ja. Ik denk dat je namelijk elkaar zo goed kent... en het vertrouwen in de familierol er natuurlijk vaak al voor een heel stuk aanwezig is... dat het zakelijke, en dat is natuurlijk ook gelijk de uitdaging... maar dat het zakelijke daarnaast komt vanuit al een bepaalde basis. En maar is dat eigenlijk niet de kern wat jij promoot? Ja. Dat je dus eigenlijk de wat een familiebedrijf in de kern heeft... is namelijk een relatie die... eigenlijk per definitie voortduurt. Ja, ja. Dus in veel gevallen. Familie duurt altijd voort. Ja. En dus moet je met conflicten omgaan. En moet je die gebruiken om de relatie... bedoel, het wordt, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, hè? Klopt. En bij een familiebedrijf is dan natuurlijk wel heel lastig... dat je al die rollen op één hoop hebt. Dus je bent en broer en zoon en aandeelhouder en collega. Ja. En vanuit welke rol je dan het gesprek voert... is dan natuurlijk wel van cruciaal belang. Maak eens concreet. Pak eens één wat jij wil. Hoor. Van een ondernemer die jullie geholpen hebben. Hè? Dus weet ik veel, die iets willen starten of whatever. Hoe ziet zo'n traject er dan uit? Wat bieden jullie? Kun je dat schetsen? Ja, nou, het is dus inderdaad voor ondernemers en voor organisaties. Bij ondernemers inderdaad mensen die samen een bedrijf willen starten. Dus bijvoorbeeld je bent bevriend vanuit je studententijd... heb je een goed idee gehad en je wil een bedrijf starten. De meeste die gaan dan even de standaard... contracten erbij pakken, tekenen bij het kruisje en gaan aan de slag. Ja. Wat mijn ervaring ook is. Hè? Dus vanuit enthousiasme, vertrouwen, goed idee, dan kom je een heel eind. Ja. Totdat het of heel succesvol wordt of helemaal niet. Wat betekent het dan? Qua gedeelde visie, qua persoonlijke belangen, prioriteiten misschien ook door een thuissituatie. Wat je eigenlijk echt voor visie op de markt hebt. Hoe je kijkt tegen groei, financiële risico's. En dat zijn gesprekken die jullie dan gaan voeren? Ja. Dus eigenlijk ga je gesprekken voeren met die mensen? Ja. Platgeslagen gezegd gaan wij gesprekken voeren. Zorgen dat zij met elkaar praten. Ja. Over de juiste dingen.
En uiteindelijk is dan, bij even dit voorbeeld, mensen die dus samen een bedrijf willen starten, na die gesprekken gaan we het ook vastleggen in het psychologische contract. Dus maken we ook een samenwerkingsovereenkomst waarin we deze stappen ook echt zwart op wit vastleggen, zodat we ook die relatie formaliseren. Houdt dat juridisch stand of heeft dat niks met juridisch te maken? Als het goed is, heeft het niet met juridisch te maken, want je bespreekt ook hoe gaan we om met, als we er niet uitkomen met elkaar, willen we dan dus voor dat hekje gaan staan? Of willen we andere stappen ondernemen om op een goede manier uit elkaar te gaan, dat die vriendschap wel in ieder geval blijft bestaan? Niks menselijks is ons vreemd. Het kan zijn dat we over 3 jaar ineens iets anders willen met dit bedrijf. Maar hoe zullen we dat dan oppakken? Wat zijn dan de uitgangspunten? Blijven jullie aan boord? Ik kan me ook voorstellen dat ik dan zeg van kom maar elk jaar maar even langs. Ja, om een soort check-up te doen, hoe het gaat. Doen jullie dat ook zeker. Dan? Ja, evaluatieabonnementstructuur. Dat inderdaad, en dat is natuurlijk het leuke, in die zin het interessante, dat als je er zelf in zit of zelf partij bent, dan is het natuurlijk vaak lastig om echt die belangen te zien. Dan neem je natuurlijk heel vaak, ga je met elkaar in gesprek op standpunt of op emotie of op gedrag, maar niet over intenties, visie, belangen, onbewuste prioriteiten ook thuis. En dat gesprek is gewoon denk ik goed om de zoveel tijd begeleid ook met elkaar te voeren en de juiste dingen op tafel te krijgen. En afspraken ook weer te kunnen herzien, want het moet wel natuurlijk een beetje een vloeibaar contract blijven. Ja, jij komt ook binnen bij grote organisaties, hè? Met je plannetje en met je bedrijf. Ja. Vertel eens, wat zijn je ervaringen daar? Nou, dat zijn dus van grote corporates die echt het hele prediation concept echt willen gaan neerzetten, tot aan ook wat je zei, teams. Die bijvoorbeeld met vragen komen, bijvoorbeeld grote consultancyclubs, waarbij ieder team een ander vraagstuk ligt. Dus opdrachtgevers die komen met, goh, bij ons zien we bij de nieuwe generatie echt wel de uitdaging met de werkdruk. Ja. En daar willen we wel echt iets mee. In die zin, we voelen ons wel verantwoordelijk. We willen wel een stukje zorgen voor elkaar als collega's. Hoe kunnen we dat nou anders vormgeven in de communicatie en de samenwerking? En dingen voor zijn. Je begeeft je in consultancyland. Dat is ook een oude wereld. Ja. Dus in hoeverre, nogmaals, ik hoor je verhaal heel goed en ik kan me voorstellen dat het superveel oplevert en ook heel dwingend is eigenlijk om te doen. Maar wordt dat ook zo gezien, met name bij dit soort grote organisaties? De noodzaak wordt vooral nog erkend, eigenlijk een beetje probleemgeoriënteerd. Dus wat ik zei, dat ze komen, hè, als er pijn is of als er iets wordt ervaren. Van, er is bijvoorbeeld ook een vraag, we hebben zoveel wisselingen gehad in het team, zijn heel veel mensen weggegaan, heel veel nieuwe bij. Wat is ons team nog? Want we zijn nu eigenlijk een groep individuen. Mm. En dan trekken mensen vaak aan de bel, zien ze dan de noodzaak. Maar dat is eigenlijk natuurlijk niet erg. In die zin, dan zijn wij weer, hè, we moeten een stap terug. Ja. Dan gaan we die basis bouwen en nog steeds preventief terug. En de derde poot is familiebedrijven. Ja. Vertel daar eens wat over, wat je daar meemaakt. Ja, nou, dat vind ik natuurlijk echt persoonlijk ook fascinerend. En daar hebben we dus verschillende experts die zich daar dan ook mee bezighouden. Iedereen weer op zijn eigen aanpak natuurlijk. Mm-hmm. Daar zit je dus natuurlijk soms figuurlijk ook aan de keukentafel met vader, zoon, zus. Letterlijk soms. Ja, soms ook letterlijk inderdaad. Yeah. Maar zeker ook zakelijk, echt wel in de vergaderruimte. Met ook personeel wat ze daar natuurlijk ineens een bepaalde rol moeten innemen. En de overdracht van vader naar zoon is iets anders dan dat de aandelen ook worden overgedragen. En dat de cultuur moet worden geborgd daar ook. En dat je dat dan met je broer, zus samen. En dan zie je bedrijven, of het nou gaat in vastgoed, sportscholen of graafmachines. Want het zijn natuurlijk altijd fascinerende werelden waar je dan in komt. Ja, vertel maar uit, dan is het in de kern uiteindelijk hetzelfde. Dat je vanuit die verschillende rollen bewust dat juiste gesprek met elkaar moet blijven voeren. Om elkaar te blijven begrijpen, blijven praten. De belangrijkste boodschap, denk ik, die ik als ik naar jou luister, is je moet jou en jouw bedrijf op tijd inschakelen eigenlijk, hè? Ja. Maar dat lijkt me echt lastig in je sales. Dat je het uiteindelijk moet doen op het moment dat je er niet aan denkt. Hoe doe je dat? Hoe zorg je voor awareness, zoals ze mooi heet? Ja, ik denk dat het een stukje maatschappelijk nu is. Want alles is natuurlijk preventie. Wat is preventie? Ik vind preventie is eigenlijk nooit te laat. In die zin, je kan altijd dingen op langere termijn natuurlijk voorkomen. Mm-hmm. Het gaat ons dus ook niet om conflicten te voorkomen. Juist ook als er dus niets aan de hand lijkt. Er is natuurlijk altijd ergens een bepaalde ambitie als je veel verandering hebt in je team. Of juist een heel hecht team bent. Maar even wil vastpakken, wat is nou echt onze identiteit? En als er nieuwe mensen bijkomen, hoe doen wij dat dan? Of in een familiebedrijf, hey, we weten de opvolging komt eraan. Hoe gaan we dat eigenlijk regelen met elkaar? En dan is er altijd wel iets aan de hand. Alleen is mijn betoog meer, er hoeft ook niks aan de hand te zijn om uiteindelijk beter te worden. Ja. En kun je dat tastbaar maken al met je bedrijf? Dat je zegt van, wat wij doen levert op? Ja.
Hoe? Nou, we hebben natuurlijk heel concreet als eindproduct vaak die psychologische contracten. Dus we hebben bepaalde stappenplannen waarbij we het ook echt in een mooi schabloon echt kunnen vastleggen. Dat je heel laagdrempelig en makkelijk kunt blijven evalueren. Mm-hmm. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat het steeds meer opkomt rondom mediation dan. Dat er bepaalde clausules worden opgenomen in contracten. Van hey, hoe gaan we nou om met interpretatieverschillen? Of als we een conflict hebben waar we niet samen uitkomen. Dus die bewustwording komt denk ik maatschappelijk überhaupt al op. En bij ons is denk ik het tastbaar daarin dat je gewoon het gaat om het hele proces eromheen. Dus je leidt mensen veel meer op in hoe borgen wij nou onze relatie de hele tijd. Het is niet eenmalig een injectie en een psychologisch contract. Nee, het gaat om het hele proces en de communicatie daaromheen. Je maakt werk veel persoonlijker, hè? Ja, persoonlijk vind ik dan altijd een lastig woord. In die zin dan krijg je natuurlijk vaak, maar ik hoef niet vrienden te worden met mijn collega's. Nee, oké. Okay. Zou natuurlijk al wel hartstikke leuk zijn vaak, ja. Maar dat hoeft niet iedereen. En daarin zit het, ja, het mag ook functioneel op de relatie zijn. Het hoeft niet per se persoonlijk. Ja, precies. Het kan ook vanuit je professionele rol zijn. Alleen gaat het om welke ambitie hebben we? Welke basis willen wij met elkaar bouwen? Dat is het leuke ook, dat we niet adviseren. Wij adviseren alleen neutraal. Dus puur op de belangen van de verschillende partijen maak je iets op maat. Heb je ook dingen overhoop gegooid? Dat je zeg maar bij twee startende ondernemers die echt na de derde sessie zeggen... shit, we moeten dit gewoon niet doen. Ja, ja? Zeker. Maar dat is perfect. Dan kan je het maar beter dan weten dan dat je er al helemaal in zit. Hm. En de belangen echt hoger zijn opgelopen en er meer van afhangt. Kan je maar beter van tevoren weten. Hey, leg het bedrijf eens even uit. Hoe werken jullie commercieel? Hoe werkt dat? Ja, dus het platform inderdaad. Experts kunnen zich daar aansluiten als ze overal aan voldoen die opleiding hebben gevolgd ook. Ja. Dus eigen expertise, netwerk hebben en dan de prediation zijn opgeleid. Daar zit het team in eigenlijk membership. Hè. En aan de achterkant hebben we zowel back-office voor programmamanagement en ook alle documentatie, alles wat je daar kan vinden qua voorbeelden, video's, voorbeeldcontracten. Ontwikkelen uitwerken. Ze zich ook persoonlijk daardoor? Hebben ze PE-punt en zo? Ja, zeker. Ah, oké. Okay. Ja. Okay. Dus worden lid van de club, zeg maar. Ja. En ze hebben dan kans door prachtige projecten betrokken te raken die jullie aan de voorkant naar binnen halen. Ja. Okay. En hoe werkt het aan de voorkant? Dus ik ben startend ondernemer en ik wil met mijn partner gaan beginnen. Ik huur jou in. Ja. Of voorkans huur ik in. Ja. Hoe werkt het dan? Dan kijken we natuurlijk wat het echte vraagstuk is. Welke expert daar goed bij past. Ja. Wat daarin ook gewenst is door de klant opdrachtgever. En vervolgens gaan we dan dus in dat proces. Hè, die gesprekken dus eerst voeren hoe jij hem ook neerzet. En vervolgens kijken, oké, wordt het een groter traject met cultuur, een team, personeel? Of gaat het om deze samenwerking goed neer te zetten aan de voorkant en dat contract te bouwen met elkaar echt op die relatie? Mm-hmm. Het relationeel contracteren. En dan schakelen we de juiste expert in. En is het dan een tailor-made programma waar ik uurtje factuurtje betaal eigenlijk? Nee, nooit uurtje factuurtje. Het is altijd een projectprijs. Ja. Oké. Okay. Ja. En het kan ook verder gaan in een soort van abonnementachtige structuur. Ja. Als ik zeg van joh, kom elk jaar even langs. Ja, dat doen we bij veel teams. Dus dan doorlopen we wel een traject, een soort programma. Waarbij we bepaalde stappen zetten. Dus dat we bij een team altijd starten bij iedereen individueel. Mm-hmm. En pas van het individu naar de groep gaan kijken. Want de groep individuen is nog geen team. Vanuit de groep vervolgens pas naar het team gaan kijken. En als we dan klaar zijn, is het natuurlijk eigenlijk pas het begin voor dat team. Om dat te borgen en gaande te houden, hoog op de agenda te houden. En dan maken we teamboeken. Dus dat ze dat continu, dat is dan het teamcontract. En daar zijn ook al die stappen weer in uitgewerkt. En dan komen we om de zoveel tijd weer terug voor of een intervisie, evaluatiesessie. En heb ik ook toegang tot kennis als ik dan als klant, zeg maar? Of is dat alleen voor die experts? Ja, dus nou bij grote corporates, bijvoorbeeld ook binnen projectmanagement, dan leiden we echt mensen daar echt op. Dus dan zetten we echt de hele methodiek neer. En dan zit er heel veel training, kennis natuurlijk in. Geweldig. Het is wat. Nou hè, het is gewoon een echt bedrijf. Ja. Wat is jouw persoonlijke drijfveer? Nou, als je kijkt naar hoeveel tijd je bezig bent met je werk en hoeveel samenwerkingen je eigenlijk aangaat, of het nou met ZZP is of in een familiebedrijf of in een team, of dan kunnen we dat maar beter zo leuk mogelijk maken. En ook zo goed mogelijk inrichten dat al dat onnodige gedoe, dat is zonde. En het is ook zo vaak echt goed te voorkomen als je elkaar maar blijft begrijpen en het gesprek blijft voeren. Juiste afspraken maakt. Dat geeft ook gewoon duidelijkheid, rust, vertrouwen. En het drijft mij wel vanuit en eigen ervaringen daarin en wat ik nu allemaal om me heen zie gebeuren, ook maatschappelijk. Uiteindelijk is de kern gewoon de relatie en die moet je goed regelen. Samenwerken is gewoon echt werken. Je ambitie? Waar staan we over een paar jaar? Nou, dan is heel Nederland bekend met prediation.
is samenwerken vanuit voorkansfilosofie echt wel vanuit die relatie gebouwd. Heeft iedereen die gesprekken en dat keurmerk ook figuurlijk op zijn samenwerking geplakt. Is het niet meer gek dat als een compagnon eruit wil stappen of iemand uit een team toch een andere ambitie of belangen heeft, hebben we gewoon een andere werkwijze in heel Nederland. Over een paar jaar, hè? Dat gaat je lukken, denk ik. Dat heb ik zomaar het idee. Iris Gundel, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken en luisteren naar weer een prachtig en inspirerend ondernemersverhaal. Heb je geluisterd op een podcastkanaal? Abonneer je dan vooral op 7D-TV. En heb je zitten kijken op YouTube en je denkt van, oh gaaf, ik wil nog wel meer gesprekken. Blijf hangen, zometeen twee nieuwe. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.